Hoe moet ik dit doen? Yo, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, ik eet Calvin. En vandaag is het weer zover. Gaan we weer wat leuks doen voor jullie even op de film. Dat ga ik voor jullie filmen. En dan gaan jullie ervan genieten. Top! Voordat je nou intens gaat genieten van deze video, ga ik je eerst vragen om even een duimpje omhoog te geven. Want ja, dat doen YouTubers tegenwoordig. Weet je, duimpjes zijn een soort van voedsel. Zonder duimpjes sterft de YouTuber. Helaas pindakaas. Ook weer niet te veel duimpjes. Weet je, licht 12 duimpjes of zo. 12 duimpjes zou mooi zijn, zeker. Kan ik vandaag weer even de dag door. Lekker. En vergeet natuurlijk niet alvast te abonneren op mijn kanaal. Want ik heb bijna 500.000 abonnees. En we weten allemaal wat er dan gebeurt. Jazeker, dan gaan we allemaal genieten van het feit dat ik eventjes mijn vriendinnetje ten huwelijk ga vragen. Oh, wat een spanning. Wat verdomde spannend zeg. Oh, genoeg zelfpromotie. Leuk dat jullie er weer zijn. Dit is een Mozambicaanse spugende cobra. Ga ik rappers nadoen? Dat zag je al waarschijnlijk in de titel staan. Dat is super leuk. Ik heb al een keer eerder rappers nagedaan. Daarin deed ik bijvoorbeeld Boef na. Dat was dit. Mooie foto was het. Oh, wat heerlijk van mij. Fantastisch. En vandaag is het weer zover. Ik heb een aantal rappertjes verzameld waarvan ik de foto's en de filmpjes even ga bekijken. En vervolgens een poging ga wagen om ze na te doen. Oh. Wat spannend. Wat laat je de mensen toch weer op de puntjes van hun stoel zitten? Oh, dat is niet normaal. Echt niet normaal. We kunnen er heel lang omheen lullen. We kunnen ook gewoon gaan beginnen. Zijn we klaar voor de allereerste rapper? Ik ga even kijken welk fotootje ik moet nagaan doen. 3, 2, 1. Hey, het is je boy, Lil Klein. Hey. Lekker, lekker man, bro. Hey. Het is je boy, ik ga mezelf niet meer voorstellen. Ik ben wat ze in je stad en in je dorp kennen. Het is je boy, ik ga mezelf niet meer voorstellen. Ik ben wat ze in je stad en in je dorp kennen. En ik ga met zijn straat in de top pennen. Ja, lekker. Rap. Ik heb een nieuw albumpje van Lil Klein even geluisterd. Ik vond het zeker. Ik gebruik liedjes alsof het drugs is. Ja, Jorik, dat is een nieuwe line voor je nieuwe album. Dankjewel. Het mag gratis hebben. Top. Oké, deze foto's was een nieuwe albumcover. Dus ik kan er omheen lullen. Ik kan ook gewoon gaan beginnen. Mensen, zijn we er klaar voor? Voor het nadoen van je boy. De albummannen hebben honger. Doei, hè? What up, mensen van het goede leven? We beginnen weer met rappers nadoen, deel 2. Ik heb er een deel hiervan gemaakt. En dat ging fantastisch. Onder andere Boef en Drake en nog wat andere mensen. En vandaag is het weer zover. Ik ga een aantal rappers nadoen. Rappers die mij zeer dierbaar zijn. Ik ben zelf zo'n gekke, blanke hip-hop tata die denkt dat die rap verstand heeft, maar dat is niet waar. Maar ik ga er weer voor. Mensen, we zijn er weer klaar. Ik heb hier een paspop. Ik kan zeggen wat je wil, maar we gaan er gewoon weer voor. Oh, you touch my tralala. De eerste rapper die ik ga nadoen. Lil Kleine. Jorik, als je kijkt. Ja, ik kan er verder ook niet veel anders van maken. Anders dan het feit dat ik hier gewoon een hele pot met geld heb. Daar hou je van, of niet dan? Hey. Als albumcover van alleen. Hij is niet extreem moeilijk om na te doen. Hij is gewoon donkerblonde naakte jongen met een gouden horloge. Nou ja, dus ik heb dit horloge. Dit is een, ja, hoe noem je het? Tweedehands van de Vibra. Deze ga ik omdoen. Ik ga dit armbandje omdoen en ik ga mijn haar even. Ja, weet je, ik ga het gewoon doen. Ik heb schijt. De beste jongen is donkerblond, dus we gaan er gewoon even wat van maken hier ook. Het is er zover. Ik ben dusdanig debiel dat ik mijn haren gewoon zwart ga maken. Nou, dan gaan we weer, mensen. We gaan ervoor. Ik vind het zo kut altijd. Ja, dit is fantastisch. Dit is niet eens donkerblond, het is gewoon pikzwart. Wat doe ik? Verschrikkelijk vind ik dit. Hij is niet eens zo donker. Dit is wel iets. Are you serious? Oh, ik ben heel kleine. Hey, no disrespect man. Ik heb zwarte handen en shit. Dit is natuurlijk echt 28 karaat goud. Tweede handje van de Vibra. Zo doen we dat, mensen. Zo, horloge, check. Armbandje gaan we ook even omdoen. Mensen, ik zal je vertellen, ik heb echt een dikke poten heb ik. Ha! Ik krijg het allemaal. Oké, ik ga boven wel iemand vragen. Wow. Twins. Woe. Kelvin Boema gaat de enige echte Jorik Scholten even volledig nadoen. Moet gewoon kijken alsof je heel moe bent. Alsof je gewoon elke dag alleen maar hash rookt. Zo, dit is mijn setup, mensen. Ik ga hier gewoon liggen zo. Dit is top. Nee, dit is niet. Een stukje daarheen. Fuck, dit is moeilijk, man. Maar ik ga het doen. Hoe ligt deze man? Mensen, ik ga even hulp inroepen van mijn camera, man. Het lukt me niet alleen. Ik heb je hulp nodig. We maken toch de foto niet vanaf hier. Nee, maar dit is toch mijn telefoon, jongen? Oh kut. Ja. Deze man. Ik heb de houding al helemaal unlocked. Hij moet goed zijn, hè? Ja, joh. Je weet het level wat ik altijd even na. Hoe moet ik kijken? Je moet met je oogjes dicht doen. Gewoon letterlijk normaal kijken. Dan kan je er meer voor doen. Je andere hand iets verder af van je hoofd. Ja, perfect. Heb je? Laat het me zien. Oh, you've outdone yourself. Dikke. Oh, pak je vieze hand. Nee. Doei. Nee. Goeie aftrap dit. We gaan door naar de volgende. Oké. Je kan zeggen wat je wil. Maar dat gaat dus. Under control, man. Totally. De volgende rapper die ik ga nadoen is ook eentje van Nederlandse bodem. Zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1. Kapiepiaal. Dit is Ronnie Flex. Ronnie, fucka. Die heeft hier een hele gekke outfit. Maar echt een gekke outfit. I like it. It's the supreme skin glasses with them golden chains. En ik vind het echt moeilijk. Echt moeilijk. Oké, we gaan door met de volgende. Ja, we zijn nog lang niet klaar, mensen. Geen stress, geen gedoe. Het is je boy uit Capelle. Ronnie. Ronel Plasgaard, lekker pik. Ronnie heeft deze outfit. Ik vind het echt een hele goede foto van hem. Ga er ook automatisch vanuit dat Ronnie gewoon kijkt. Val op. Kut.
uiteraard. De skibril. Ja, jullie weten hoe ik zit met mijn geld. Ik geef nooit onnodig geld uit. Dus ik heb letterlijk gewoon Supreme uitgeprint. Hier. Hoppakee. Yeah, man. Dit is een goed begin. Al zeg ik het zelf. Oh ja, ik had misschien beter eerst mijn shirtje aan kunnen doen, maar dit gaat de goede kant op. Volgende is de Jakka. Jakka. Pardon. Trek het Jakka aan. Doe normaal. Kijk dan. Hoppakee. Jongens, ik ben Ronnie. Ronnie Flex. Hou van je. Gay. Oké, ik ga denk ik hier boven in mijn haar nog even dit spuiten. Dit is volgens mij een soort witte shit of zo. Wat is dit? Dat is bruin. Bruin erin zo. Ik heb geen idee waarom ik dit doe. Ik ga dat baardje even proberen te recreaten. Ah, nee, kut. Ah, kut. Kom op. Ah. Beetje raar, maar ik heb wel het baard. Ik heb mezelf gewoon een baard gegeven. Perfect. Nou, je boy Ronnie heeft natuurlijk ook altijd kettingen om. Maar ik nou net allemaal kettingen hebben hier ook. Ketting nummer 1, ketting nummer 2. Zo, joh, ik ga het echt goed in. De derde ketting is letterlijk gewoon een plaatje. Hier, ik heb dit gewoon uitgeprint. Oké, ik ben hier een officieel Ronnie Flex aan het zijn. Oh, wat ben ik aan het doen? Wat ben ik in godsnaam aan het doen? Why are we still here? Het enige wat ik nu nog hoef te doen is de boel een beetje te verduisteren. Hoppakee. Nou, ik doe toch het licht aan. Als de ketting iets hoger zit, zo. Kut! Geen stress meer, geen gedoe. Klaar is Kees. Oké, we komen redelijk in de buurt. Kettetjes, unlock. Oh, wacht, ik moet even de moedervlek nog doen. Hier ook. Ja, man, I got this. Kijk, een beetje scheef en een beetje moeilijk. Ik word helemaal gek van deze ketting. Heb ik hem? Heb ik het onder controle? Eén keer. Eigenlijk moet ik nog even één ding anders doen. Ja, sorry, het spijt me dat ik al tering lang met dit shot bezig ben. Maar ik moet eigenlijk gewoon voor een donkere achtergrond. Dan heb ik hem denk ik helemaal. Eens en voor altijd ga ik dit fixen. Ja, man, I got it. Deze is intens. Ik ben trots. Motherfucking trots. Oké, we gaan skiën. Op naar de volgende. Dag. Ja, top. Lekker. De volgende is Kanye West. Dag, ik zeg het gewoon maar meteen. Kanye West die aan het hoofd likt van een vrouw. Fucking kut. Mocht je nou niet weten wie Kanye West is, dat is die ene man die met Kim Kardashian gaat. Fantastische gozer. Fantastische gozer. Hey, ik ga ervoor. Doe je. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mijn Hoofd is Fucked Up. Vandaag, mijn hoofd is fucked up. Echt een debiele kop. Hier zit gewoon een zwarte streep. Ik heb geen idee. Hoe kan dit? De volgende, Kanye. You ain't got the answer, Sway. You ain't got the answer, Sway. Oh, weer. Ja, oh. Oh, kut. Voor die zwarte gebruik. Laag je zwarte eroverheen. Ik weet niet waarom ik dit doe. Why are we still here? Ik heb niet een kale vrouw tot mijn beschikking. Wat ik wel tot mijn beschikking heb, is dit. Dit is ongeveer hoe ver ik ga komen met mijn hele ding. We gaan gewoon voor. Klaar. Ik heb hier even een jasje zo. Dan heeft hij ook. Pack het jakai, hè toch? Pack het jakai, jakai, jakai. Lekker ouwe. Ik blijf gewoon als Leeuw Kleine praten. Plan is als volgt. Het is geen selfie, maar het is gewoon een foto. Dit is mijn set voor vandaag. Nee, dit is niet goed. Het enige wat ik hoef te doen, letterlijk, is deze vrouw likken. Ah, spuitverf in mijn bek, joh. Voor de mensen die nog wel niet was opgevallen, ik heb geen bruin hoofd, oké? En ik vertik het om mijn hoofd bruin te gaan spuiten. Ik kan ook gewoon dit doen. Are you serious? Ja, dit is beter. Ik ga gewoon een koe likken. Het enige wat hij doet, dit vasthouden zo. En dan een likje geven en that's it. Ik ga het maar gewoon doen. Ik weet niet precies wat ik ga doen. Deze gaat echt heel slecht. Ik verontschuldig mezelf nu al. Echt heel stom wat ik doe. Ik kan beter deze aanslikken volgens mij. Zo. Zo, ja. Hoe moet ik dit doen? Paspop. Pak het. Oké, zijn we er klaar voor? Klaar voor een likkie in 3, 2, 1... Klaar. Oké, tot zover de foto's van bekende rappers. Oké, de foto's zijn allemaal niet meer zo heel moeilijk. Ook al ging Kanye niet fantastisch, maar dat maakt niet uit. Ik ga een stapje verder. Ik ga op naar videocontent. Ik heb besloten om de grens over te gaan om een rapper uit Amerika na te gaan doen. Het is de enige echte Lil Yachty, Lil Bo. Je weet hoe het gaat, man. De man met de rode haartjes. Ik ga een snap even bekijken. Komt-ie. Hij heeft zo'n vriendelijke back voor een rapper. Mocht je nou niet weten wie Lil Yachty is, boeit me ook niks. Dan verdien je het niet om te leven. We gaan, doei, dag. Oké, we gaan het even een tikkeltje moeilijker maken voor mezelf. We gaan over op bewegend beeld. En dit is over het algemeen moeilijk, want ik ben redelijk kritisch. Best wel perfectionistische jongen als het gaat om dingen nadoen. En ik wil gewoon elke move altijd precies na hebben gedaan. Voor de mensen die niet weten wie Lil Yachty is, Lil Yachty is van dit liedje. Hey, I'm beyond. Hey. Mama, would you like to be my sunshine? Ik ga dus Lil Yachty daar doen. Lil Yachty heeft het meest onmogelijke kapsel ooit. Het is echt het meest debiele wat je ooit gaat zien. Maar ik heb wel mijn best gedaan. Doe normaal! Dit is het. Dit is zo fucking triest. Net alsof ik nu zo'n soort tennisband om mijn hoofd heb. Kijk eens aan, joh. Noem me Lil Yachty dan, of niet dan, hé. Hey. Kijk, het leuke aan Lil Yachty is dat hij echt debiele tatoeages heeft. Kettingjes, die gaan er makkelijk om, hoor. Hier nog eentje, oké. Okay. Nu ga ik zeg maar zijn onmogelijke tatoeages namaken. En sinds er geen opplak tatoeages in die vorm zijn, ga ik maar gewoon tekenen op mijn bek. Fantastisch. Tatoeages dit. Moet je dit op punten slijpen of niet?
Mensen, ik ben geen oogpotlood-expert. Dit is echt weer zo'n dom idee van mezelf. Ik weet ook niet wat ik aan het doen ben hoor. Daar ben ik aan begonnen ook. Maar we gaan het gewoon proberen. Oh, ik had hem bijna goed. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time, Carl. Okay, let's fucking go! Ik word zo gek hier, oh, maar ik ben er klaar. Oh, wat ben ik klaar. Ik ben zo fucking klaar hier met deze kutzooi, joh. Ik ben wel blij, het is wel gelukt. Maar ik ben helemaal... Boah! Ah! Ik haatte het. We gaan gewoon door met de volgende rapper, dames en heren. Het is je boy Panda. Mannetje designer met dubbel I. Je weet hoe het gaat van het liedje, Pen. Tra! Hij heeft ook Snapchat en doet dit op Snapchat. Oh, and I don't know what time it's been. Pull up my man Mike D spot tonight, you dig? OG Chase B. You know what time it is. I'm in the shit. We're in the shit. Het kutte aan hem is, hij praat zo onduidelijk. Hij zegt gewoon... Als er ooit een dag komt waarop ik versta wat hij zegt, echt een wonder. Een gekke jacka aan met witte strepen, nou laat ik die hier nu toevallig hebben. Ja, echte Adidas jacka, 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 jacka. Volgende item is Panda Patch. I got this. Kijk eens even, hier al. Vele kettingen om. 1 ketting, 2 kettings, 3 ketings, 4 ketting. Oké, ik heb even allemaal kettingen omgedaan. Ik ben helemaal gek van die kutketting. Ga jullie vertellen, deze Snapchat is niet makkelijk. Hij is tering moeilijk. Trrra! Als er donkere mensen kijken die denken, jezus, wat is dit voor tata? Het spijt me. Ik heb net ongeveer een kwartier gedaan om te vertalen wat deze man zegt. Designer, als je kijkt, praat even een keer normaal. Hop, stop. Ga het gewoon even doen. Trrra! You know what time it is, man. Pull on my man, Mike, die part van de trrra! You know what time it is, man. De eerste poging is zo zielig. Moet je kijken. Ik ben helemaal gek van deze gast. Ik heb hem onder controle. Het enige wat ik nu nog moet doen is de juiste moves. Echt heel moeilijk weer. Oké, we gaan er weer voor. Hij moet lukken, come on. Oh my man, Mike T's pass. Win the shit, cut. Oké, ik denk dat we redelijk in de buurt zijn gekomen. Ik ga ze heel even vergelijken. Kom op, man. Ik ben echt zo te perfectionistisch met deze shit. Ik word gek van mezelf. Oké, dan gaan we. Pull up my man, Mike T's pass. And Diddy, OG Chase B. You know what time it is. Win the shit, win the shit, cut. Actually, I'm not even mad. That's amazing. Ik heb mijn best gedaan. Ik ben trots op mezelf.